De culturele organisatie NAX heeft in samenwerking met de schrijversgroep 77 in verband met de herdenking van de 98ste geboortedag van Eduard Eddy Bruma gisteren 30 mei een Bruma-nitty georganiseerd. Tijdens de avond vertelde zijn dochter Hermine Haman over het leven van haar vader en hoe zijn loopbaan eruit zag. Tijdens zijn studie in Amsterdam schreef Eddy Bruma zijn beroemde toneelstuk De geboorte van Bonnie. Het stuk gaat over de Maran guerrilla Bonnie, zoon van een weggelopen, verslaafgemaakte vrouw, die vocht tegen de koloniale heersers en de slavernij. Een duidelijke boodschap van een opstand tegen kolonialisme en slavernij. Eddy Bruma was een Surinaamse jurist, schrijver en politicus. Hij overleed op 6 november 2000. De avond was vol vertellingen over het leven en werken van Bruma en werden er diverse gedichten opgedragen. Haman zegt dat de jeugd en jongeren van nu veel volharding zouden kunnen leren over hoe Eddy Bruma was. Dus ik hoop ook met mijn verhalen, en daarom praat ik met jongeren van hoe kan ik me schrijven aan dikboeken en lezen. Hoe kan ik mijn verhaal aan jullie overbrengen en hoe kan ik jullie hem als voorbeeld meegeven van standvastigheid, strijdvaardigheid, ideologie, visie, wat echt nodig is. Heeft u deze opdracht van hem meegekregen? Misschien wel. Ik denk dat ik niet de enige ben, maar velen die hij heeft beïnvloed en geïnspireerd, die zijn ook heel standvastig in dat wat ze willen. Haman heeft het gevoel dat alleen de oude generatie van haar vader kent. De iets jongere generatie heeft niet bepaald veel kennis over Eddy Bruma. Daar kan volgens haar veel verandering in komen en in het gedrag van de jongeren om zelf op zoek te gaan naar informatie. Maar ik denk dat de jongeren, als ik met jongeren praat, ik praat veel met jongeren, dat de jongeren hem minder goed kennen. Ik heb wel van Eddy Bruma gehoord, maar dus ik zeg ze, jullie zijn de hele dag met die cel van je in je hand. If you want subs, want Sunny, actie Google, Otaigi. Dus dat mensen dingen niet weten, tegenwoordig kan je dat allemaal zelf onderzoeken. Maar het is ook een manco van het onderwijs, van de geschiedschrijvers, van onze eigen geschiedschrijvers, dat ze niet genoeg vertellen over onze eigen helden, onze eigen mensen. Die gestroggeld hebben voor het land. Waardoor jongeren die het straks moeten overnemen, kunnen zien dat het geen onmogelijke strijd is. Je moet moed putten uit sommige dingen. Haman is de mening toegedaan dat zulke initiatieven meer mogen gebeuren. Ze hoopt dat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur meer doet met de geschiedenis van Suriname. En dat jongeren meer eigen initiatieven moeten nemen om meer te weten over Surinaamse iconen.